daar bij de plafond. Kijk eens. Hier, dit is het kortste haar. Zie, dat scheert hij niet. Dus daar ga, dat is mijn basis. Eventjes hier voor mij komen. Dan kan ik je laten zien dat ik half doe. Dus voor de helft het oude en voor de helft het nieuwe. Dus je ook met het oude overlappen. Naar die scheiding kijken. Ja, nou ik begon ook zo, hè? Ik begon zo, maar ik doe niet dit. Dus zo, en hier kan je op een gegeven moment dus de andere kant op. En er een keer tegenin. En dan gaan we hier bezig. Dan heeft ze een wintervacht, dus dat moet ik wel dan uitleggen. Deze moet ik nog eventjes ietsje. Dan heeft ze dwarrels. Zo. En dan gaan we hier verder. En doe eigenlijk ook om die afzetting hals. Ja, maar ze heeft een wintervacht, dus ik moet sowieso in die vorm blijven. En dan ga ik dit zometeen nog lichter maken. Dus hier. Dan heb ik mijn hand er meestal zo tussen, dat ik niet per ongeluk helemaal kaal scheer. Nou, dat is één kant. Dit kan ik nu weinig aan doen, hè? Dat is wintervacht. Dus ik kan dit even een keertje zo wat doen, maar verder... dat komt ze als ik haar helemaal kaal scheer, want ik denk dat we dat ook nog moeten filmen. Hoe je een Fries helemaal kaal scheert. Zo.
hier nog ietsje afwerken. Van het hoofd alleen. De helft van het hoofd. En ik ga vanaf hier naar beneden, omdat je hier de meeste fouten kunt maken. Nee, dat kan ook zo. Maar zoals je ziet, is dit een onhandige hand. Dus dan moet het met de andere hand.
Dankeschön.